Xavier Malisse staat dan wel bijna 200 plaatsen lager dan Andy Roddick. Op het terrein is daar weinig van te merken. Malisse speelt in de eerste set al sinds zijn beste dagen. Hij wint die met 6-4 en laat een paar geniale acties zien. Malisse technisch nog altijd een van de betere. Andy Roddick won al 7 keer van Malisse in evenveel ontmoetingen. En de Amerikaan wint eenvoudig de tweede set met 6-2. Ook Roddick laat soms uitstekend tennis zien. De derde set is razendspannend en we krijgen een tiebreak. Maar daarin laat Malisse het volledig afweten. 7-1 voor Roddick en 2-1 in sets. Malisse vindt in de vierde set niet meer de kracht om terug te slaan en verliest die met 6-2. Een stevige service van Roddick bezegelt het lot van Malisse, die toch kan terugblikken op een geslaagd toernooi. Toch 12 matchen op 18 dagen gespeeld. Ik speel toch wel aan de benen, maar ik denk dat ik een goede match heb gespeeld. Meer spijt van de derde set, de tiebreak. Door een fout 3 voorhands proberen, maar ik moest agressief blijven. Maar hij serveerde sterk iedere keer op 30 gelijk het nice. Maar hij speelde goed en ik ben heel content van de match eigenlijk.